nou doen? Wat de fuck wil die dat ik nou doe? Hallo, hallo. Je moet even voelen het keeltje. Lekker gaan op die banaan, met z'n allen lekker staan waar wij willen gaan. Dat is wat jij wil van mij en van elkaar. Ja goed, jullie vragen je ongetwijfeld af, Kelvin, waarom heb je in godsnaam een video op zondag? Want normaal gesproken upload je niet op zondag en nu wel op zondag. Zo, Kelvin, what is going on, boy? Kan er vrij kort in zijn. Ik ben op een nogal, ja, hoe verwoord je dit? Hoe gaan we dit doen, jongens? We moeten dit samen doen. Let's go. Ik ben even aangepakt. Laat ik het zo zeggen. Yep. Ja. Je denkt nu natuurlijk, Kelvin, waar de fuck heb je het over? Ik heb deze video snel gemaakt. Ik heb niet eens een paprika. Oké, genoeg gelul. Ik heb gisteren een video gemaakt samen met Jasmine. En in die video gingen we iemand opbellen. Dat was een man die ik tegenkwam op een vreemdgaan website. En op die website heb ik met hem gepraat. Toen deed ik alsof ik een meisje was. En met het doel om hem te bellen. Om hem in de maling te nemen. Laat ik het zo zeggen. Waarop ik vervolgens in de video tegen hem zei van, yo, trouwens, Jasmine is helemaal niet Rosalie Mendez, het meisje waar jij mee hebt gepraat. Dat is gewoon een vriendin van mij en ik ben Kelvin en ik vind dat wat jij doet, dat niet kan. Oké? Ik vind dat ik op deze aarde sta om mensen zoals hij, hem, het, ik weet veel. Om mensen zoals hij ervan bewust te maken als 40 of 45-jarige man met een kind en een vrouw en met getrouwd dat je niet op zulke websites moet gaan. Dat was mijn mening. En ik ben niet de enige die mening heeft. Ik denk dat heel veel mensen die mening hebben. En ik ben nou uiteindelijk degene die ervoor heeft gekozen om die gast op te bellen en hem daarmee te confronteren en dat te filmen en op YouTube te plaatsen, zodat mensen weten, als jij later 40 of 50 bent en je hebt een kind en een vrouw, doe zulke domme shit niet. En natuurlijk vraag je je af, Kelvin, waarom moet jij nou degene zijn die hem op zijn plek gaat zetten? Nou ja, daar heb ik ook niet echt een reden voor. Voelt gewoon wel goed om te doen. Ja, ja. En begrijp me niet verkeerd. Kijk, ik heb niet het gevoel alsof ik nou als een of andere wereldheld, een of andere huge ass motherfucking probleem aan het oplossen ben. Dat is helemaal niet waarom ik het doe. Ik deed het gewoon omdat ik wou kijken hoe het ging. En het liep een beetje uit de hand, want hij werd een beetje boos. Mocht je nou niet weten waar ik het over heb, dit is de video van gisteren. Daarin gebeurt het. Maar goed, waarom ik deze video vandaag maak, is niet omdat ik jullie eraan wil herinneren dat ik een video heb gemaakt gisteren, maar dat ik een mailtje heb gekregen van iemand. Nog pittig. Ik snap het niet. Ik vind het kut, want het is... Oké, ik ga het gewoon oplezen. Klaar. Nadat de video een paar uur online stond, kreeg ik dit mailtje. En het gaat als volgt. Aanzegging tot rechtsvervolging. If I even know what that means, I'd be scared. Toen ik het zag, klonk het niet echt als iets waarvan ik dacht, oké, dit is waar ik blij van ga worden. Geachte heer Boema, van de heer, ik ga de naam even niet aan jullie laten zien. Dat lijkt me alsnog niet echt heel erg verstandig om iemands achternaam te laten zien. Ik noem hem gewoon Ratelkaas. Van het publiceren van een beledigende en persoonlijke video op zaterdag 1 oktober gepubliceerd op uw website youtube.com/dekelvlog. Oké! Eerste, zeg maar, YouTube is niet mijn website. Laten we dat even duidelijk hebben. YouTube.com mijn website is, oké? Ik weet niet precies uit welk jaartal deze advocaat komt. Maar het is niet echt heel accuraat. Maar het houdt niet op. Oké, want ik lees dit en denk van oké, ik ben aansprakelijk voor de gevolgen van het publiceren van een video. Nou ja, oké, weet je, dat ben ik sowieso. Ik ben sowieso aansprakelijk voor zaken zoals dat. Want ja, ik heb het gedaan, dus logisch. Snap je, ik ben geen advocaat. I'm not fucking Mike Ross of Harvey Specter. But I know shit about life, oké? Ik kan en zal u in rechten vervolgen tenzij u binnen 24 uur de desbetreffende video verwijdert. Op het moment dat ik deze video plaats, is het al 24 uur later. Ik word een beetje rood, merk ik. Ik ben een beetje zenuwachtig eigenlijk wel, een beetje, ja. Waar dit letterlijk op neerkomt, is dat er iemand nu blijkbaar voor mijn deur zou gaan staan en zou zeggen, ik ben de advocaat van die man die jij een beetje hebt lastiggevallen. Je moet de video binnen 24 uur offline halen, anders gebeurt er wat. Anders ben je stoute jongen. Dan ga ik de video niet offline halen, want dat is een beetje allemaal kort door de bocht. Van oké, dus een persoon die ik niet ken, gaat dat aan me vragen. Goed, het wordt nog mooier! Ik weet trouwens niet precies wat mijn ouders ervan zouden vinden op het moment dat ik een video maak als dit, maar ja. Kijk, ik ga er even van uit dat ik niet de gevangenis ingaan hierdoor. Mocht het wel zo zijn, zou een beetje kut zijn. De consequenties van het niet verwijderen zullen in de gerechte procedure een schadevergoeding ten bedrage van €10.000 met een boetebedrag van €1.500 per dag dat de video nog online staat. Ja, dus zeg maar, wat? Kijk, op het moment dat ik dit opneem, van wat moet ik nou doen? Wat de fuck wil die dat ik nou doe? Ik wou dit expres nog een keer goed met jullie lezen op de camera, zodat jullie precies op mijn level zitten. Want ik weet nu oprecht gewoon nog niet precies wat ik moet doen. I don't know. Het is nu zondagochtend. Als ik vanmiddag om 4 uur, dus 24 uur nadat de video online staat, het dan niet heb verwijderd, en waarvan ik nog steeds denk dat ik het niet ga doen. Meer van, het maakt me niet zo fijn als de video dan weg is, maar dan kunnen jullie er niet meer van genieten. En ik vond echt
echt een mooie video. En het is belangrijk dat gezegd wordt, oké? Okay? Belangrijk dat jullie leren van de fouten van andere mensen. Dat vind ik belangrijk. Maar wat is nou mijn punt? Oh ja, als jullie dit zien en de andere video staat nog online, dan ben ik dus blijkbaar, moet ik 10.000 euro lappen. Oké. Okay. Die 10.000 euro maakt me gewoon letterlijk gewoon niet zo heel veel uit. Ik geloof er toch niet in dat je op basis van één mailtje iemand 10.000 euro kan laten betalen voor iets. Zo van, als ik nou mijn moeder mail en haar zeg, ik wil dat je mij 5 euro geeft. En als je dat morgen niet doet, dan krijg ik 10.000 euro van je. What? In de verwachting dat ook u een gerechtelijke procedure wilt voorkomen, ga ik ervan uit dat het proces van verwijdering per omgaande in proces zult zetten. Wat? Jezus, fuck, advocatentaal. I don't get it. Hoogachtend. Zo'n poppetje met zo'n dingetje en een advocatenkantoor. Oké. Okay. In andere woorden, deze lieve advocaat van meneer, ik ga zijn naam niet noemen. Waarschijnlijk is dat dan weer strafbaar. Nog weer, hey, nog weer 10.000 euro erbovenop. Lekker. Vanmiddag de video niet offline haal, dan epic. Wat dan? Als ik vanmiddag de video niet online haal om 4 uur, dan moet ik 10.000 euro lappen. Elke dag dat ik de video niet offline haal, wordt dat 1500 euro meer. What is that? Ik weet op dit moment nog niet of ik de video online of offline ga halen. Jij weet het wel, want hij staat nog offline of online. Ik moet er nog even over nadenken. I don't know. Het was zo'n mooie video. Ik snap niet dat als iemand anders iets fout doet en ik breng dat aan de man door het maken van een YouTube video, dat ik dan in één keer de dupe daarvan ben. Die man heeft dit gedaan, ik heb dit niet gedaan. Ja, ik heb wel iets gedaan, maar hij heeft iets veel ergers gedaan. En dan ben ik in één keer dus... Oké. Maakt het me niet extreem veel uit. Ik bedoel, we zien wel hoe het gaat. Misschien dat de video online staat, misschien niet. Maar fuck it. Ik heb ook niet eens een paprika hier en shit. Dus, mocht ik morgen niks meer op mijn social media laten horen, dan weten jullie dat ik... dakloos ben, omdat ik al mijn geld op heb. Sorry voor deze inhoudsloze en nogal sensationeel getinte video. Sorry dat ik geen leuke dingen voor jullie had voorbereid. Maar vergeet geen duimpje omhoog te geven op deze video en eet altijd paprika's. Elke dag. Tot volgende week gewoon maar, denk ik. Doei. Ah! Oh, come the fuck on. Filmen dit wel natuurlijk weer echt om 12:30. Ja. Nou, wacht, kom op.